Kobus, wereldwijd is GM-technologie nogal controversieel. In Afrika wordt het niet toegelaten. Nie. Verduidelijk een beetje voor ons, wat is GMO-technologie en hoe past het in bij een boerderijstelsel? Ja, so genetische gemodificeerde gewassen of maak gebruik van die technologie, biotechnologie, waar een specifieke gen gebruikt wordt, ingeplant wordt in een plant. Dat kan in ons geval een sojaboon, een katoenplant of een mielieplant wees, om dan voor ons een nieuwe eigenschap teweeg te brengen. Die producten wat in Zuid-Afrika beschikbaar is, is bijvoorbeeld Roundup Ready Mielies. In het geval van Roundup Ready Mielie is een gen dan ingeplant wat een enzym produceert. Hierdie enzym skep een impact vir die onkruiddoder met die actieve bestanddeel glyfosaat. Met andere woorden, een plant wat niet die geen bevat nie, sal gedood word dier die onkruiddoder. Een plant wat die geen bevat, gaan ongestoord voer en produceer een hoge opbrengst. Met andere woorden, daar is een ompad gevormd sonder om die voedingseigenskappe of die samenstelling van die plant te beïnvloed. In het tweede geval, bijvoorbeeld yieldcar technologie, wordt gebruik gemaakt van een geen wat proteïne produceert. Hierdie proteïne is dan maak stronkboders, specifiek slecht stronkboders. En dit betekent dan dat indien hierdie stronkboder aan die plant vreet, gaan die plant veroorzaak dat die stronkboder doodgaan, sonder dat die boer enige insektdoder hoeft te spuit. Dit is nogal belangrijk, in Zuid-Afrika gebruik ons biotechnologie producte van meer dan 20 jaar, sonder enige negatieve effect op mens of dier. Dit is baie belangrijk om ook dan te kijken die voordelen wat het inhoud vir die boer. Natuurlijk gaan het oor verhoogde productie en om zeker te maken dat ons boeren volhoudbaar kan produceren. In het geval van die eindverbruiker betekent het meer voedselbeskikbaarheid over die langere termijn, wat wel die technologie, dier die technologie geproduceerd is.